In Boston, in de Verenigde Staten, begreep ook Edward Lee Thorndike dat experimenten wetenschappelijk verantwoord moesten zijn. In 1895 was hij al een heel eind met een onderzoek naar hoe het leerproces verloopt. Right, now mind the steps, they're a bit slippery. Are you all right? Met hulp van de kinderen van zijn huisbaas gebruikte Thorndike doolhoven om het leervermogen meetbaar te maken. All right, Annie, William. Just put the chicks in the maze. Hij maakte zo'n doolhof van oude boeken. Thorndike's belangstelling ging uit naar mensen. Maar hij gebruikte dieren als makkelijke vervangers voor de mens in zijn speurtocht naar algemene leerwetten. Hij begreep dat voor echt wetenschappelijk onderzoek cijfers heel belangrijk zijn. En wist steeds weer proeven te bedenken waarbij hij gedrag kon meten. Hier meet hij hoe lang het duurt voordat een kuikentje weer bij de andere terug is. Dan herhaalt hij de proef en kijkt of het kuikentje er nu korter over doet. Hij wil dus nagaan hoe snel het kuikentje de weg leert. Het meisje moet een kuikentje pakken en loslaten. Annie. You can take a chick. And when I say now, yeah, get hold of one, that's right. And when I say now, I want you to put him in there, okay? And William, when the chick reaches his friends, you say now and then I'll have the time. Okay? All right. Are you ready? Annie? Now. He's a bit puzzled, isn't he? Oh, don't stop there. Come on. No. Thorndike neemt dan op hoe lang het duurt voordat hij weer bij de anderen is. De eerste keer kostte het de kuikens een paar minuten om van de ene kant bij het eten en de andere kuikens te komen. Af en toe trokken de kuikens zich niets aan van Thorndike's zorgvuldig opgezette experimenten. Werken met dieren was niet gemakkelijk, maar wel werd duidelijk dat de kuikens de weg terug steeds sneller wisten te vinden als ze een paar keer apart waren gezet. Thorndike kreeg zo een goed beeld van hoe een bepaalde vaardigheid zich ontwikkelt. Maar hoe wordt een nieuwe vaardigheid aangeleerd? Dat was de volgende vraag die Thorndike wilde beantwoorden. Om dat antwoord te vinden bouwde hij kooien waaruit een kat alleen kon ontsnappen door knippen of grendels te bedienen. Zo te zien pakt de kat het heel handig aan. Maar Thorndike geloofde niet dat een dier, ook al is het een slimme kat, begrijpt wat voor gevolgen een bepaalde handeling heeft. De eerste keer dat er een kat in zo'n kooi werd gezet, was er niets te merken van ook maar een vonkje begrip. Dat de kat uiteindelijk ontsnapte, was toeval. Thorndike bewees dat de zogenaamde slimme aanpak het resultaat was van lukraak proberen en gaf met grafieken aan hoe het leerproces verliep. Een geroutineerde kat weet al gauw weer hoe hij moet ontsnappen en bij een lekker hapje komen. Als op een bepaalde handeling een beloning volgt, wordt die handeling volgens Thorndike in het geheugen gegrift.
Later werkte hij zijn theorie verder uit dat gedrag verandert door de gevolgen die het heeft. Deze wet van het gevolg verklaarde hoe zelfs wilde dieren nieuwe gewoonten ontwikkelen.